de wereld. Ik wil eraf naar een andere planeet. Stop, stop de wereld. Ik wil eraf, want de grond wordt hier te heet. Ik wil vluchten een brug, maar ik kom hier echt wel terug. Stop, stop de wereld. Stop, stop de wereld. Stop, stop. Tot de praktijk nog maar even wachten. Het knuffelen. We hebben trouwens een andere deur erbij nodig. Namelijk... Zo. Ik moet haar deur ook nog opeisen. Oké, die twee zijn ook vrienden. Opeisen. Zo. Meedoen met Sim. Oké. Toch proberen. Kan nog ook. Dat is mooi. Zo. Die waarderen, bewonderen. Ja, zo. We blijven kruisjes staan. Oké, die even laten douchen en dan... Wastafel koop voor minstens 500. Zo dan. 700, is dat genoeg? Kom op. Even overswitchen. Oké. Ah, dit doet me er ook direct aan denken. Deze kan die winkel dan wel open houden. Alleen moeten de deuren moeten op slot gedaan worden. Die. Dan. Het laatste deel van de vloer kan ook gelijk gemaakt worden. Deze. Alleen nu wat er verkocht gaat worden. Tja, dat is nog even de vraag. Ah, laat ik maar gewoon. Nou, tv is lekker wel voldoende. En helaas kunnen we het natuurlijk weer niet kopen. Oké, die moet kunnen. Die moet. En die moet.
Nou. Zaken, bedrijf aan huis beginnen. Zo, dus even zoals we nu kunnen verkopen. Die zin moet wakker worden en ook even de deur op slot doen. Oké, jij naar de wc, dan weer gaan slapen. Jij gaat daar niet naartoe. Jij wordt kassa-medewerker voor nu. Verkoop, kan ik u helpen. Mooi. Dat is wel een kant tevredenheidster. Dat is wel één. En dat is twee. Dit gaat wel goed. Oké, nog één klant tevredenheid zijn, dan kunnen we het ding al voor minder inkopen. Kassa medewerker worden. Nog één klanttevredenheidster. Wauw. Je ziet ook echt gewoon hoeveel. Yes. Dat is één. Zo. Yes. Zo, dat gaat al direct heel erg goed. Oh. Ja, ik heb wel een goede recensie, de zaak. Een zaak is in niveau 1. Oeh. Pijnboom. Die zal ook wel snel opgehaald worden. Verkoop, standsverkoop. Als eerste die voorraad aanvullen. Daarna die. Daarna die. Zo. En dan direct die helpen. De sim te pet uitkomen.
hoeveel is het geworden? Dan maar even aan. Klanten. En ik ga ze weer over eten, dan wordt hij nog alleen maar hongeriger. Voorraden weer aanvullen. Oh. Klanten helpen. De standaard verkoop. Oké, zaak. Sluiten. Zaak moet even gesloten worden. Nu. Die moet weg. Nee, ik mag één keertje mag ik cheaten. Dat. Dat is het enige, dus alleen eventjes om dat allemaal omhoog te krijgen. Voor één keertje, want het was toch wel enorm slecht aan het gaan. Dat was echt de enige keer dat ik het invoer. Ik heb een bericht gekregen. Op mijn iPad. Van Rick. Ik heb teruggestuurd naar Rick. Hij heeft me een site doorgestuurd. En daar gaan we ook nogal wat dingetjes mee doen. Not found. Verkoop, standsverkoop, verkoop. Nee, niet wegsturen. Aannemen, verkoop, standsverkoop. Verkoop, standsverkoop. Oh, page not found. Skype. Ik heb Skype op mijn iPad. Op mijn iPad heb ik Skype. Verkoop, standaardverkoop. Nee! Dat zijn klanten. Zo zijn we weer een van die klanttevredenheidscellen kwijt. Die voor het aanvullen, die voor het aanvullen. En die voor het aanvullen.
3 verkoop, standaard verkoop. Oké, die is terug, die heeft 7 voor het aanvullen. Nee, dat doe ik later pas. Zo. Ja. Ja. Dat ging goed. Die ook. Yes. Volgende extraatje. Oeh, kassa medewerker worden. Voorraad aanvullen. Ja. Sorry mevrouw, maar we kunnen niet altijd helpen. Wat van Ginkel. Oké. Van Ginkel dus. Verkoop. Standaard verkoop. Verkoop. Standaard verkoop. Die heeft dus niet gewerkt. Nu moet die voor het werk schoonmaken leren. Dus leren schoonmaken. Daar gaan we nou even op houden. Zo kan ik hem zelf zo makkelijk mogelijk maken. Klassenmedewerker worden. Die TV ook weer gereplaced worden. Die staat er, die staat er. Die. Nu staat deze er ook. Nou, mooi. Verkopen we eigenlijk elke soort tv. Natuurlijk gaan er nog wel meer tv's komen bij alles wat ik nog ga installeren, dus. Dan is de hele televisiewinkel wel op meer. Nou, kassamedewerkster. Yes. Verkoop. Standaard verkoop. Daarna die mooie tv's eventjes. We zorgen dat ze terugkomen. Wat? Hoezo niet? Oh, dat is natuurlijk het beste scherm. Dat moet eerst het scherm echt verkocht zijn. Die verkoop, standaard verkoop. Standaard verkoop. Kassa medewerker worden. En de voorraad aanvullen. Dan kan ik zo meteen de winkel eigenlijk alweer sluiten. Zaak sluiten. En dan alleen dat ding even opnieuw bestellen. Nee, er komt blijkbaar nog iemand die iets op. Kopen. En dan kan daarna kunnen alle voorraden aangevuld worden. Mooi, alles is aangevuld.
We hebben zoveel geld over. Mooi. Oké, de sim moet macaroni met kaas eten. Huilen. Waarom? Oh ja. Daarom dus. Door deze balk. Maar goed, het is eigenlijk alweer tijd. De laatste fase staat in de outro. De volgende aflevering zal waarschijnlijk weer over een paar dagen zijn dat ik het ga opnemen. Dus ja, als iedereen, gewoon tot de volgende keer.